Hallo lieve Linda kijksters en kijkers, ik ben Ilja Gort en dit zijn mijn 25 favorieten. Een sms-app, of mijn app waar iedereen mee app. Ik haat liedjes, als ik een goed liedje hoor, dan krijg ik het de hele dag mijn hersens niet meer uit aan de overkant. Oliva, in Bordeaux is dat Le Petit Fabriek, de wijnkelder, werk. Ik ben dol op mijn werk, boeken schrijven, columns tikken, wijn maken. Ik eet altijd druiven 's ochtends. En af en toe dan een klein kiwietje erbij als dat er is. Jack Vance is Amerikaan. Ik hoop ik dood. Ik kan heel leuk schrijven. Doe mij maar de lente. Graag eeuwig duurde lente. Mijn favoriete lichaamsdeel is mijn pik. Daar heb ik toch zoveel plezier van. Ik heb daar een prachtige zoon mee verwerkt. Een hele leuke dochter mee verwerkt. Ik heb daar mijn vriendin aan te danken, hè, schat? Ja. Zeker. Jochem Meijer. Ik ben Jochem Meijer fan. Wat een suffe vraag aan een wijnboer. Wijn natuurlijk. Dat is het lullige van wijn. Hoe meer verstand je ervan krijgt, hoe meer geld je daarvoor uit gaat geven. In een restaurant geef ik dus wel eens gewoon 70, 80, soms 90 piek uit voor een fles wijn. Frankrijk zeg ik altijd merde en dat bevalt me eigenlijk wel goed. Merde! Er is eigenlijk niks lekkerder dan een kroket. Hollandse wijn, hoera! De Julius Caesar, dat is de marketeer avant la lettre. Die man was heel geniaal, heel slecht mens, maar wel leuk. Elke dag is een feestdag. Amsterdam! Er is geen leukere stad ter wereld. Of het zou Bordeaux moeten zijn. Niemand laat zijn kind alleen. Ik hoorde gisteren nog hier in Jordaan hoor ik iemand dat zingen. Dat vond ik wel een hele goeie. John Malkovich. Die man die kan zo verschrikkelijk goed acteren dat hij dus niets hoeft te doen. Als die man een kamer binnenkomt, is het vol. Weet je wel, moet zijn een vreselijk stopwoord wat ik probeer. Als je ooit hoort zeggen, wil je dan alsjeblieft mijn tong uitrukken? Ja, ik dacht dat je het nooit zou vragen. Mijn nieuwe boek, De Vulkaan natuurlijk. Ik vind Armand vind ik een hele goede kunstenaar. Ik vind Christo, de inpakker, vind ik leuk. Vertel het in godsnaam niet verder, maar dat is Italiaans. Ja, ik vind het zo lekker. Moet ik dat zeggen, schat, of zeg ik het onder ons houden? Ik ga het onder ons houden. Oké, ik houd het even onder ons. Yeah.